Ga heerlijk rustig zitten. En zet beide benen op de grond. Ik ga je zometeen meenemen op een reis. Een intuïtieve reis. Een reis om ervoor te zorgen dat je de ontspanning vindt die jij verdient. Misschien voel je je nu wat onrustig of voel je stress vanwege deadlines of afspraken die er staan. En tijdens deze reis ga je al die gedachtes van stress, alle gedachtes dat je echt iets moet, even volledig loslaten. En ik ga je meenemen op reis. Een reis in eerste instantie door je lichaam. Want je mag je volledige lichaam gaan voelen, gaan omarmen en gaan accepteren. Want wat is er? Wat zie je? Als jij jezelf aankijkt in de spiegel. Ben je blij met jezelf? Hou je van jezelf? Ben je tevreden over je lichaam? Ben je tevreden over je zijn? Een grote kans dat je jezelf niet altijd accepteert zoals je bent. En vandaag ga je leren om jezelf volledig te omarmen, van jezelf te houden en jezelf te accepteren zoals je bent. Want jij bent een mooi mens. Jij bent een individu die hier op aarde is gekomen met een missie. En deze missie is misschien niet altijd bekend geweest voor je. Misschien weet je niet precies wat jouw talenten zijn en wat jij hier werkelijk te doen hebt. Door weer volledige verbinding te gaan ervaren en echt te gaan voelen, leer je jezelf beter kennen. En leer je ook de verbinding te maken met wie jij in de kern bent. En dat maakt dat je verbinding hebt met jouw bron, waarin alle wijsheid ligt opgeslagen. Als je je ogen nog niet gesloten hebt, doe dat nu dan. En voel je voeten op de grond. Voel hoe zij verbinding maken met de aarde. En de aarde ook met jou. Voel dat jij gedragen wordt door de aarde. En dat dat een teken is dat jij er mag zijn. Dat jij een unieke persoonlijkheid bent. Dat jij als individu welkom bent op deze aarde. Omdat jij een ontzettend mooie bijdrage te leveren hebt aan de wereld om je heen. Dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Maar om dat te kunnen beleven, om dat te kunnen voelen, om dat te kunnen ervaren, mag jij eerst jezelf volledig omarmen zoals je bent. Jouw volledige zijn, jouw aardse manifestatie, mag je volledig accepteren. En je mag tegen jezelf zeggen dat jij er mag zijn. Dat je een waardevol mens bent. En dat je mooi bent zoals je bent. En dat je niet anders hoeft voor te doen. Want wie jij bent is al goed genoeg.
En terwijl jij voelt dat je gedragen wordt door de aarde, ga jij ook eens even naar je hart. Leg je handen op je borst. En voel maar eens wat je voelt. Dat het hart er voor jou is. Dat in de kern van jouw hart alle wijsheid ligt opgeslagen en toegankelijk is voor jou. Je voelt die ontzettend grote, onvoorwaardelijke liefde in jezelf. En die liefde mag je weer toelaten in je leven. Die liefde mag er zijn. En nu jij hier zit, heb je al wat mogen voelen, heb je al wat mogen ervaren. Maar we gaan even de diepte in. We gaan nog dieper voelen wie jij bent. En dat doen we door ons te concentreren op de ademhaling. Adem maar eens heel diep in. Vanuit je buik. Leg je handen maar op je buik en adem in. Als je al die lucht door je heen hebt laten stromen, mag je dat nu weer heel langzaam uitblazen. Doe maar. Creëer een denkbeeldige poort naar boven toe. Open jezelf. En sta jezelf toe om alles in jouzelf, alle diepere lagen in jezelf te gaan ervaren. Alles mag er zijn. En ga weer terug naar je hart. En maak vanuit je hart verbinding met je hoofd. En verbinding met jouw bron. En voel maar wat dit met je doet. Wat jij ervaart in jouw volledige zijn. We hebben deze verbinding tot stand gebracht. Maar nu mag je ook gaan ervaren dat jouw lichaam, jouw lijf een wezenlijk onderdeel is van wie jij bent.
Dus ga maar eens voelen. Dus ga maar eens voelen. Wat jij voelt in je lichaam. En begin bij je nek. Misschien voel je een lichte of een wat zwaardere spanning. Maar door je aandacht daarop te richten, voel je de spanning enorm afnemen. Je voelt je namelijk steeds meer ontspannen. Na iedere in- en uitademing voel jij je lichter worden. Ga maar eens naar je schouders, waar je mogelijk ook nog wat spanning voelt. Spanning van de dingen uit jouw dagelijkse leven. Nek en schouders. Daar wordt veel spanning in opgeslagen. Een verkeerde houding kan er al voor zorgen dat je spanning vasthoudt. Voel maar eens wat je voelt in je schouders. En door steeds meer die aandacht te richten op je schouders, voel je de spanning afnemen. Het wordt steeds lichter en lichter en lichter. Het voelt bevrijdend. Je herkent dat die spanning er niet meer hoeft te zijn. Dat jij je in je eigen lichaam volledig vrij mag voelen. En ga maar eens ervaren waar je mogelijk nog meer spanning voelt in je lichaam. Waar voel je onrust? Waar voel je spanning? Waar in jouw lichaam wordt er gevraagd? Wordt er verlangd naar een stukje aandacht? Een stukje aandacht van jouzelf. Aan dat stukje van je lichaam. Want ieder deel in jouw lichaam heeft jouw liefde en warmte nodig. Ieder stukje in je lichaam, ieder orgaan, ieder element van jouw fysieke lichaam vraagt om jouw liefde. En mag er zijn. Want alles aan jou is volledig perfect. Jouw lichaam is precies goed op dit moment zoals het hoort te zijn. En ervaar jij bepaalde klachten? Voel jij ergens onrust in je lichaam? Voel jij ergens een grote pijn? Dan behoeft het alleen maar jouw liefdevolle aandacht. Jouw liefde. Want jouw liefde is zo onmens groot. Jouw liefde is onvoorwaardelijk. En schep daarom geen voorwaarden
om er te zijn. Het is er gewoon. En jij mag jouw volledige liefde laten stromen door je lichaam. Want jij bent perfect zoals je bent. Dus bij iedere onrust in jezelf die je voelt, ga er naartoe. En laat de liefde toe. Laat jouw liefde toe. Liefde voor je lijf en voor je leven is essentieel. Is essentieel om ook deze liefde aan anderen te kunnen en te mogen geven. Want jouw liefde mag gedeeld worden. Maar vergeet niet jezelf hierin. Want de liefde mag allereerst door jou heen stromen voordat je het weggeeft. Want als je in staat bent om dat te doen, die liefde eerst door jezelf te laten stromen, geef jij je werkelijke eigen liefde, de liefde die in jouw lichaam aanwezig is, volledig door aan anderen. Zonder dat jij daar iets aan tekort komt. Want jij bent al vervuld van je eigen liefde. Alle organen, alle lichaamsdelen, iedere cel van jouw lichaam mag jou. Perfect zoals je bent. En als je dit kan realiseren, als jij je dit kunt voorstellen, als je die liefde in jezelf kunt toelaten, dan zul je veel meer vrijheid ervaren in je doen en laten. En dit verandert ook de kijk op jouzelf. En dit verandert ook de kijk op de wereld om jou heen. Want als jij in staat bent om jouzelf te vervullen met al jouw liefde en deze liefde ook aan anderen kan geven, onvoorwaardelijk, dan krijg je dat ook terug. Maar dan hoef je er niet naar te verlangen om dit terug te krijgen. Want dan gaat dat vanzelf. Dan gaat dat zonder enige moeite. Want dan stel jij ook geen voorwaarden meer aan het ontvangen van liefde van anderen. Omdat jij jouw eigen liefde onvoorwaardelijk beschikbaar stelt aan een ander. En als jij je dit realiseert, als jij jouw eigen liefde op diep niveau tot in iedere cel van jouw lichaam voelt, dan weet je dat jij er mag zijn, dat jij mag zijn wie je bent.
Kom maar heel langzaam weer terug. Je hebt jezelf de liefde kunnen geven. Je hebt de liefde kunnen voelen. En nu loop jij in gedachten. Weer volledig terug in jouw lijf. Je voelt je voeten op de grond. En je voelt wederom dat de aarde jou draagt. Met beide benen op de grond word jij gedragen door de aarde. Jij bent jij. En zodra jij er klaar voor bent, open jij weer je ogen. En ben jij weer helemaal in het hier en nu. Bedankt voor je aandacht en bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je een mooie reis hebt beleefd. Dankjewel. Namaste.